leven verslaan. Al moet ik druppen op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer die zijn steven hurren slaan. Ik wil nog één keer die zijn steven hurren slaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Al Motte Kruppen. Vanaf deze Stevenstoren praat ik met Nijmegenaren en met inwoners van de stad over wat hen bindt met Nijmegen. Wat maakt deze stad nou zo speciaal? Mijn gast van vandaag, Wendy Gutters. Welkom op de Sint-Steven. Dankjewel. Wanneer was je hier voor het laatst? Ik denk een jaar of twee geleden, tijdens de Open Monumentendag met de kids. Even kijken. Ja. Even kijken. Hoe vaak ben je hier al boven geweest? Ontelbaar vaak. Ontelbaar vaak. Daar gaan we het straks denk ik over hebben. Want waar ben jij geboren? Als ik naar beneden kijk, dan kijk ik zo mijn oude slaapkamer aan. Oh, op Stikhezelstraat. Ja. Echt gewoon onderaan de toren? Ja. Onderaan de dus toren. Mijn slaapkamer keek uit op Moenen. Dus ik werd iedere morgen wakker met die kop van die Moenen. Ik weet niet wat dat nou voor de invloed voor de rest van mijn leven is geweest. Weet ik ook niet. Maar ik heb mijn hele leven lang op Stikheestraat en later om de hoek op de Augustijnstraat gewoond. Oké. Okay. Ja. Hey, dus jij speelde hier? Ja. En dit was vroeger een soort van open, denk ik. Nou, niet... Ja. Nou, weet je, vroeger was het natuurlijk spelen in de stad. Dus het is altijd wel een dingetje geweest. Maar vroeger werd er natuurlijk helemaal niet naar gekeken. Hè? Je moest een beetje je eigen weg zoeken. En dat vind je als kind dan ook wel. Ja. Wij speelden hier oorlogje. En als de deur open was, gingen we naar boven. Dus ik weet echt al die trappen echt uit mijn hoofd. Is er veel veranderd? Jij bent hier als kleinkind geweest. Of ziet het er ook steeds hetzelfde uit? Je bedoelt qua toren? Ja? Nee, die toren is niet veranderd. Nee, dat is nee. Een ander schilderijtje nee, meer aan je misschien. Nee, ja. dat voelt... Weet je, voor mij is dit is voor mij ook melancholie. De hele... Het stadcentrum is mijn jeugd en daar heb je dan wel een heel speciaal gevoel bij. Ja. En dat gevoel dat komt onmiddellijk terug. Dat zit er gewoon in. Want thuis, gezinssituatie? Papa, mama? Ja, papa, mama en mijn ouders hebben elkaar leren kennen bij Philips Nijmegen. En in die tijd was het zo dat Philips contacten had voor huizen. Heel veel mensen zijn in Nieuwers-Oost terechtgekomen, maar Philips had contacten met de toenmalige Verbeek. Ja. En die hadden die woning hier op de Stikkenheeselstraat. Okay. En zo hebben zij destijds die woning gekregen en ook mij. En zo ben ik opgegroeid zonder broers, kind. Zonder zussen. Ja. Ja, okay. Ja. Hey, en je ging naar school, want was er toen in de binnenstad een school? Ik ging eerst naar de kleuterschool en even terugkomend, waar kun je spelen? Het was toen allemaal nog niet promenade en er was niets voor kinderen. De kleuterschool die was op de Nieuwe Markt. Okay. Mijn moeder sleepte mij van boven aan de Stikkenheestraat, de Lange Heestraat, door naar de Nieuwe Markt. En je kunt het nu nog zien op de Nieuwe Markt, heb je zo halverwege heb je een soort van hek en een gangetje met hele mooie oude tegeltjes. En daar liep je doorheen en daar was de kleuterschool. Gewoon tussen de hoeren, daar ging gewoon. Maar want er was aan de overkant was nog de veemarkt, dus de stalling van de bussen? Of was dat niet toen? Nou, uit mijn hoofd weet ik niet meer wat de overkant was. Dat waren toen nog geen woningen. Je had toen nog wel termines op wat nu Josephsplein is. Maar dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat er toen al wel, gewoon net als nu, gewoon hoeren zaten en rode lampjes. Maar dat maakte allemaal niet uit. Niemand keek daarnaar, niemand vond dat erg. Er werd uitgedacht, ja joh, kind, die hebben het warm, die zitten er gewoon. Dus ja. Kind, die hebben het warm. Dus mijn kleuterschool was op de Nieuwe Markt. En daarna ging ik naar de lagere school. En dat is de Peter Canisius school. Die zit nu hieronder in de muur van de toren. En die zat toen op de Hertogplein, op de Hertoghof, wat nu Scholenhof is. Hij maakt geluid, heel goed. Hij zegt dat we er zijn. Hey, hoe was het in de binnenstad vroeger? Want je zei net, er was geen promenade. Dat was allemaal heel anders, toch? Auto's parkeren op de Grote Markt bijvoorbeeld? Ja, auto's parkeren op de Grote Markt. Auto's parkeren op de Stikkenheeselstraat. Auto had voorrang in de stad. Ik weet nog wel, achter het plein. Je hebt het pleintje. Als je de achterkant hebt van de Stikkenheeselstraat, Augustijnstraat, Houtstraat. Ja. Dan heb je een soort binnenpleintje. Daar zit nu volgens mij de AFAC. Ja. En daar speelden wij. Daar hockeyden wij met ijshockeysticks. En dan had je een meneer. En die was dan bang dat de bal tegen zijn auto kwam. En die belde de politie. En toen moesten we weg. Ja. En zo werkte dat. Ja, ging dat week in week uit waarschijnlijk. Hè? Zo ging dat week in week uit. Ja, en wij wisten altijd wel gewoon onze weg te vinden. En je bent wel echt, ik leer dat mijn kinderen ook, je bent wel echt een stadskind. In de stad gebeurt veel, dat was toen zo.
Dat is nu zo. Dus een stadskind moet wel een soort van intuïtie, tweede gevoel ontwikkelen voor gevaar. Want je ziet dingen, je komt toch mensen tegen en dat leer je wel. Ik heb ook wel eens moeten rennen. Ja? Ik heb wel gekke dingen meegemaakt ook. Ja. Want? Van een aanranding van een heel jong meisje tot toch wel hele imposante dingen als ontruimingen tijdens die Pearson-rally-tijd. Het heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ik heb zelf echt moeten rennen, want ik woonde toen op de Augustijnenstraat. En ik weet heel goed dat ik even naar de HEMA ging. Maar dat was aan de overkant. Ja. En ik weet niet hoe het kwam, maar er was een charge. En ik zie gewoon, weet ik niet hoeveel van die ME'ers op me afkomen. En ik roep nog, ik woon hier. En die gast zegt, niks mee te maken. Ja, dan ga je niet lopen debatteren, dan ga je rennen. Ja. En ik ben weggekomen. Ja. Maar dat zijn wel dingen waarvan je denkt van, dat er gewoon een groep hooligans door de straat heen loopt. En toen met staven en kettingen gewoon een heleboel aan gort sloeg. Dat je zo'n gevoel in je buik hebt, dat je denkt van, oh, kan niet waar zijn wat ik zie. Ja. Heb je nooit het idee gehad van, ik wil weg uit de stad? Nooit. Nee. Nooit. Nee, ik ben zelfs teruggegaan. Ja, ja. Je bent een tijdje weg geweest natuurlijk. Ja. Hey, middelbare school, waar ging die naartoe? Ik heb zo'n beetje alle scholen gehad in Nijmegen qua locatie die er toen in de stad waren. We begonnen op de MAVO op de Bijleveldsingel. Daarna naar het Atheneum op de Kronenburgersingel. Ja, is ook weg. En daar moest ik van terug, want dat was nog net even iets te zwaar. Toen ben ik uiteindelijk op de HAVO, het Julianaplein, het Opusgebouw, geëindigd. En daarna is die school samengevoegd tot één geheel. Ja. Nu Lamastraat Stedelijke Scholengemeenschap. Oké. Okay. En heb je ook je eerste vriendje gehad? Heb ik hier mijn eerste vriendje? Mijn eerste kus was wel in Terminus. Oh, echt? Ja. Ik denk dat iedereen zijn eerste kus in Terminus is geweest. Maar ja. Ja, dat was een bijzondere tent, toch? Dat Terminus? Ja, dan waren onze eerste. Ik vond het eigenlijk achteraf. Nou. Het was, nou, ik zal niet zeggen dat het eng was, maar het was wel heel bijzonder. Ja, het was donker en het was niet gezellig. Maar ja, wat moest je anders? Ja. Je liep daar die trap af naar beneden en dat was het ook. En dan zag je ook geen hand meer voor ogen. Nee, het was gewoon... Op de tas ging je naar de bar en dan bestelde je ergens cola. Dus wat doe je daar dan? Kussen? Wat moet je anders, hè? Wat moet je anders? Ja. Hey, en toen je wat ouder werd en na termines stappen in de stad, waar ging je naartoe? Ja, ik ging veel naar de swing. Soms extase. Maar vooral toch wel swing. Ik was echt zo'n swingganger. Ja. De swingganger. Ja. De swingganger. In de Molenstraat, hè? Mm-hmm. Ja. De compagnie was weer later. Ja, oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Hey, en je grote liefde, ook in de stad tegengekomen? Ik heb een groot hart, dus er zijn sprake van meerdere grote liefdes. Er zijn allerlei grote liefdes. Ja, met wel altijd die stad als centraal geheel. Ja, okay. Ja, ja. Hey, wat doe je nu? Ik zei net al dat je raadslid bent, maar daar kun je niet van leven. Nee, van raadslid kun je niet leven. Nee. Dat moet je echt vanuit je hart doen. Ik ben raadslid en fractievoorzitter van Stadspartij DNF. En ik ben moeder. Ik ben in de eerste plaats ook moeder. Dat is best druk. En ik heb een evenementenorganisatiebureau. Oké. Okay. En daar doe je leuke dingen mee? Ja, dat doe ik. Daar zorg ik alleen zakelijke evenementen. Daar ligt onze core. Ja. Okay. Helpt het, je bent fractievoorzitter van DNF, helpt het dat je in de stad geboren bent? Dat je zeg maar uit die binnenstad komt? Is dat makkelijker om ondernemers te begrijpen of inwoners van de stad te begrijpen? Het is anders. Ik heb zoveel liefde voor die stad. Die adem ik, die zit echt in mijn lijf. Als ik hier sta, voel ik ook echt emotie. En de draai waarmee ik dit doe, die komt uit dat gevoel voort. En dat maakt dat je, denk ik, tenminste voor mij, ik de politiek wel heel authentiek doe. Echt vanuit mijn gevoel. Want iedereen zegt, politiek is iets, mensen beloven dingen die ze niet waarmaken. Dat vind ik niet. Politiek is echt mensenwerk en voor mij is het gevoel. En daarom zit ik ook echt bewust in de Stadspartij. Want het gaat mij om die stad, om die emotie die ik daarmee kan uiten. Voor de mensen, voor de stad. Kun je me dat uitleggen, dat gevoel? Nou, ik kan het wel. Voor mij, ik denk dat het heel persoonlijk is. Dat het waarschijnlijk voor iedereen wat anders is. Voor mij is het zo dat hart van Nijmegen is ook mijn jeugd. Is ook mijn herinnering, is ook melancholie. En die samensmelting, die is denk ik wel bijzonder. Ja. En hoe leg ik dat uit? Ja, het is echt wel liefde voor je stad. En ook wel een stukje... jeugd. Is dat de reden waarom je ook de politiek ingegaan bent? Eigenlijk ben ik de politiek ingegaan in een beetje van opwelling. Ik wist niet wat me te wachten stond. Ik was totaal onervaren. Ik was nog nooit naar een politieke avond geweest. Maar ik had wel de idealistische gedachte van, ik wil wat kunnen doen voor de stad, voor de mensen. En er is mij toegezegd van, ja, dat gaat heel langzaam en je kan niks doen. En dat is niet waar. Je kan wel degelijk wat doen.
Ja? Je moet volhouden en je moet het vanuit je hart doen. En je kan niet alles veranderen. Zeker niet als je het puur op gemeentelijk niveau bekijkt. Want er komt een heleboel vanuit Den Haag. Maar wat je kunt veranderen op gemeentelijk niveau, daar kan je echt ook invloed op uitoefenen. Het is niet alleen maar compromissen sluiten. Nee, het is niet alleen maar compromissen sluiten. En als je al een compromis sluit, dan is het vaak op punten die toch niet zo belangrijk zijn voor ons als partij. Of op een punt waarvan je denkt van ja, weet je, uiteindelijk wordt het in Den Haag bepaald. Dus we kunnen er niet eens zoveel invloed op uitoefenen. Nee, precies. Hey, echte Nijmeegse, wat zou er dan nog moeten veranderen aan deze stad? Wat zou deze stad moeten veranderen? Ik wil je graag eerst vertellen wat ik denk dat we vast zouden moeten houden. Oké, dat is ook goed. Wat we vast zouden moeten houden is het Bourgondische karakter. Het feit dat we al uiteindelijk heel erg nuilen, maar elkaar ook wel vasthouden in deze stad. Dat vind ik heel erg mooi. En ik denk dat we zouden moeten veranderen dat we, als we kijken naar het totaalplaatje van de stad, dat we één boodschap naar buiten gaan vertellen. Dat we roepen wel, we zijn de oudste stad, maar dan moeten we dat ook eens gaan visualiseren. Dan moeten we dat laten zien. Als je de evenementen laat zien, dan moet je ook daarin terugbrengen wat jouw stad nou zo bijzonder maakt. Ik heb soms het idee dat wij een beetje te veel zijn. Ja, we hebben zoveel petten op, terwijl je eigenlijk maar één boodschap goed over kan brengen. En ja, dat gaat niet. Marketing is wat dat betreft heel duidelijk. Summer Capital en we zijn Velo City en we zijn de oudste stad en we zijn de vierdaagse stad. En we zijn echt van alles. Mm-hmm. En dat zou eigenlijk onder één pet gezegd moeten worden, toch? Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja. Als ik daar iets op aan mag. Mag alles. Weet je, dan ga ik weer terug naar de jeugd, dan heb ik het over de historie van die stad. Mijn vader ging altijd met mij, dat was vaste prik. Ik was als kind heel erg ziek en ik was enigskind. Dus als ik nu terugkijk naar die tijd, was ik soms ook wel eenzaam. Ik zeg niet dat ik een hele eenzame jeugd heb gehad, maar ik was wel heel veel alleen. En mijn vader ging iedere zondag met mij de stad in. En dan gingen we door het Hunepark, Helvkesbos. Heel vaak gingen wij even naar een museum, naar... even kwijt hoe het nu heet. Museumkamp? Ja, nee. Het zit nou in het Valkhof. De Commanderie heette dat toen. Maar goed. En mijn vader vertelde mij over de Romeinen. En we gingen hier over de Waal. Later ging ik op de Waal werken ook nog. En hij heeft mij wat dat betreft, terwijl hij zelf geen Nijmegenaar was, wel heel veel liefde voor de stad ook meegegeven. En dat zouden alles moeten blijven doen aan de kinderen? Ja. 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 Ja, mijn vader was mij alles. Ik krijg de tranen van in de ogen, maar goed. Daar aan die kant, hè? Daar op het Kelvingsbos, waar jij liep met je vader, daar staat nu het Valkhof Museum. Wat moeten we daaraan doen om het een beetje leuk te krijgen? Het Valkhof Museum moet heel duidelijk beleid gaan maken wat ze willen zijn. En ook, het is eigenlijk hetzelfde verhaal als voor Nijmegen. Je moet die ene boodschap naar buiten brengen en daar moet je je op richten. Ja. En het is aan het Valkhof Museum om dat ook te gaan doen. Dat feitelijk niet de gemeente. Het is een organisatie die dat zelf moet doen. En die grote groene grasvlakte ervoor, wat moet daarmee gebeuren? Ja, dan heb je het over persoonlijke voorkeur. Ja. Ja, ik vind het niet zo mooi, maar het zou kapitaalvernietiging zijn als je er allemaal stickers op ging plakken of iets dergelijks. Dus dan moeten ze hun weg maar doen. Maar die plek daar, met het Valkhof en de Kelvingsbos, dat zou toch allermooiste plek van Nijmegen moeten kunnen worden? Ja, natuurlijk. Je zou die plek ook groen moeten kunnen maken. Feit is wel, wij willen in Nijmegen ook mooie evenementen hebben. We willen zoveel mogelijk artiesten laten zien met de Vierdaagse. Daar heb je ook pleinen voor nodig. Ja, dat is waar. En we hebben heel weinig pleinen over. Ja. Vroeger had je plein 44. Je hebt hier de Grote Markt. Daar kan je ook al niet zoveel mee. Er is nu een plein bijgekomen. Dat is daar bij Faber. Maar je hebt wel pleinen nodig. Ja. Dus als je al die pleinen mooi groen gaat maken, dat is geweldig. Maar dan kun je die hele grote evenementen ook niet meer aan. Tenzij je ze altijd op de Waalkade doet. Ja, dat is ook een optie. Maar goed, die Waalkade moet ook aangepakt worden. Ja. Toch? Ja. Want, wat moet ermee gebeuren? Ja, nou goed, de Waalkade, weet je, dat is een beetje het verhaal in Nijmegen. De kwestie van de stinkende heelmeester, de zachte heelmeester die de stinkende wond maakt. Je hebt mensen die willen geen bus in de Burgstraat. Je hebt mensen die willen geen bus op de Waalkade. Maar we willen wel allemaal dat Nijmegen bruikbaar blijft. Maar je zult toch wel wat moeten, hè? Ja, dat klopt. Want als je eigenlijk geen bus op de kade hebt en ze niet meer in de Burgstraat hebt, hoe komt die bezoeker dan die stad nog in? Ja, dat is waar. En als je kijkt naar die Waalkade, ja, groen is leuk, geen verkeer is leuk, maar de mensen moeten er nog wel kunnen komen. Ja. En daarin moet je uiteindelijk soms keuzes maken. Okay. En als je die keuzes niet maakt, dan krijg je een half-half verhaal, wat het allemaal net niet is. En zo doen we het al heel lang. Ja. Wat heb jij te danken aan Nijmegen? Alles. Echt wel alles. Mijn jeugd, mijn emotie, mijn carrière tot nu toe. Dat is echt wel Nijmegen. Ik heb
Na mijn opleiding ben ik bij Rederij Tonis terechtgekomen. Heb ik 6, 7 jaar heb ik partyschepen verhuurd, pannenkoekenboten gedaan. Ja, dat zijn echt wel de Nijmegen plekken. Ik ben hier geboren, een Nijmegen plek. Ik ben daarna bij NEC komen te werken als manager business club en evenementen. Nou, hoe Nijmegen kun je het hebben? En nu ben ik raadslid en fractievoorzitter in de politiek. Dus ja, ik heb voor mijn gevoel wel alles aan Nijmegen te danken. Ben, de laatste woorden zijn voor jou. Ik eindig altijd met Nijmegen is. En dan moet ik hem aanvullen, ja, dat is de bedoeling. Ja. Je bent de eerste die zo lang nadenkt, trouwens. Ja. En het mag ook een verhaal zijn, het hoeft geen woord te zijn. Ja, Nijmegen is eigenlijk is alles. Het mooiste van Nijmegen is Nijmegen zelf. Nou, ik vind het mooi. Ik heb wat voor je. Oh? Ja, want je zei het straks al. Ah, cool. Oh, kijk nou. Alsjeblieft. Oh, die vind ik echt heel leuk. Goed zo. Mag ik hem ook aan? Ja, als jij dat wil. Ja, voor mij wel. Oh, oh, oh. En het is ook nog een limited edition. Ook dat Weet je wat ook nog een leuk verhaal is? Dat toen wij hier woonden, op een gegeven moment de toenmalige raad, het college, had bedacht dat het wel heel erg leuk was. Als dan van 8:45 tot 9:00, net als vroeger, de klokken bleven luiden. Ja. Want dat deden ze dan in de middeleeuwen. En dan wist iedereen dat je terug moest de stad in. Want de deuren van de stad gingen dicht. Ja. En ik heb in mijn jeugd heel weinig bewonersopstand gezien hier. Maar toen is echt het hele centrum echt gewoon echt gaan protesteren. Wat we moeten doen. Iedere dag, 1/4 uur lang, 1/2 uur lang. Nu is het nog maar 5 minuten. Ja. Het is niet te doen. Dankjewel. Graag gedaan, dat was heel leuk.